We hebben als college besloten om voorlopig bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal te gunnen aan de Van Norel bouwgroep, bouwcombinatie, samen met Slangen en Koenens architecten. Die gaan het zwembad bouwen. Daar hebben wij een brief over naar de raad gestuurd. Aanbesteding is daarmee afgerond. En we hebben ook geconstateerd dat dat een budgetoverschrijding met zich meebrengt van ongeveer 25%. 5 miljoen euro op het totaalbedrag. En we zullen daarover in december met de raad het gesprek aangaan of zij het ermee eens zijn om dat geld, of misschien net iets minder als we nog wat optimalisaties in het vervolgontwerp, als we dat eraf verhalen, of ze dan akkoord gaan met een extra budget. Waaruit bestaat de overschrijding? Je ziet gewoon als gevolg van die oorlog in Oekraïne gewoon een stijging, explosieve stijging van de bouwprijzen. Gas is duurder geworden, dus ook de productie van bouwmaterialen. En dat tikt door in zo'n aanbesteding, helaas. Dat is waar we mee geconfronteerd zijn, dus dat hebben we niet kunnen voorzien. En we zullen dus nu de afweging moeten maken. Willen we dat extra budget beschikbaar stellen? Wat kunt u zeggen over de stijgende energiekosten en het zwembad? Nou ja, kijk, en dat is de andere kant van het verhaal. Op het moment dat we niks zouden doen, we hebben nu 7,5 ton extra aan energiekosten per jaar voor het huidige oude, verouderde bad. En als we 5 miljoen extra bovenop het kredietvoorstel van 20 miljoen nu zetten, en we schrijven dat af over 25 jaar voor de installaties en 40 jaar voor het gebouw zelf, dan betekent dat die last veel minder is dan de gasprijs, de extra gestegen gasprijs die het zwembad nu heeft. Dus het is per saldo goedkoper om nu die investering te doen en die stap te maken naar een all-electric, een elektrisch verwarmd zwembad te gaan, dan dat we blijven aanklungelen met dit verouderde gebouw, waarin de onderhoudslasten oplopen, waarin de gasprijs nu helemaal door het dak gaat. Dit kunnen we niet zo volhouden, dus we zullen deze stappen op moeten zetten. Dus ik ben er ook wel hoopvol op, maar het is uiteindelijk aan de raad, maar ik ben er wel hoopvol op dat de raad uiteindelijk de vervolgstap wil nemen. We gaan echt voor leveringszekerheid. We hebben gezegd de waarde van het zwembad en de sporthal moeten EPC-0 zijn, net zoals bij gewone nieuwbouwhuizen. En dat betekent dat we voldoende zonnepanelen op het dak leggen om uiteindelijk het bad elektrisch te kunnen verwarmen. Dus hij loopt eigenlijk, we hebben straks geen energielasten meer en dat is hartstikke mooi voor dat hele complex.